Kinderen van de revolutie zijn groot geworden in Indonesië, de vaders oud. Mohammed Hatta was de strateeg van de onafhankelijkheid, jarenlang vice-president en premier van de republiek. In 1949 ondertekende hij naast koningin Juliana en Willem Drees de soevereiniteitsoverdracht. Hij is nu 74. Hoe heeft u dat Nederlandse koloniale regime ervaren? Niet prettig, dit. Begin aan van mijn jeugd. Toen een vriend, een neef van mijn grootvader, toen was er een kruidje in Kamang. Dat is een buurt van West-Sumatra. Kamang is een dorp, ongeveer 15 kilometer van Bukit Tinggi. Daar is begonnen tegen de invoering van belastingstelsel. Vroeger was de cultuur zelfs afgeschaft, maar toch voorgezet. In de vorm van dat de regering, dat de bevolking producten moest uitleveren aan de Nederlandse regering. Het werd veranderd in belasting. Toen verzette zich de bevolking tegen. En toen kwam het opstaan, het heeft niet lang geduurd. Ja, ongewapende volk tegen de Nederlandse regering, tegen de gewapende troepen, ze kunnen niks doen natuurlijk. En toen. Op grond daarvan werd een vriend van mijn, ik geloof een neef nog van mijn grootvader, een gewoon handelaar in bosproducten, wordt hij opgepakt en gestuurd naar Padang. Ik heb hem gezien voorbij gaan. Voor mijn huis was toen liep de spoorweg. Nu nog, mijn huis bestaat niet meer. Toen zat ik een brugje te zitten en dan zien hem nog. Voorbij rijden naar Padang. En dat is mijn eerste ervaring, koloniale ervaring. Ja. Nou hadden die Nederlanders voor de oorlog altijd het idee dat ze hier zoveel goeds verrichten, hè? Ja. En dat ze zo geliefd waren. Bent u het daarmee eens? Is niet zo. Geliefd waren ze zeker niet. Er is altijd een contrast tussen blank en bruin. Dat woord blank en bruin is er ingevoerd door Nederlanders zelf. Altijd wat lang, wat bruin is, is lelijk. Schrijf een leerboekje voor de, vooral in Nederlands, leerboek van Nederlandse taal. Ik geloof de schrijver was de heer Kroes. Ja. Daar is zo van de Inlanders lui, de Inlanders diefachtig enzovoort. Zulke lelijke woorden. Als men pleitreden leest in Nederland toen ik voor daar kwam, heb ik dat nog. Een paar dingen gezegd. Ja. Dus u kunt weinig positiefs melden over die tijd voor de oorlog? Nee. En omdat we de geschiedenis lazen, ja. Kan je natuurlijk een andere indruk van de werkelijkheid en de geschiedenis. Ja. Toen hebben we de Oost-Indische Compagnie, de geschiedenis van de Oost-Indische Compagnie gelezen. En cultuur zelf enzovoort. Dat is eigenlijk, de Nederlanders zijn waar Indonesië komt. Zuiver eigen belang. De Nederlanders hebben altijd gezegd, ja, dat duo Sukarno-Hatta, daar willen we niks mee te maken hebben. Want dat zijn Japanse collaborateurs. Ja. Hoe zat het precies? Ja, toen Japan Indonesië aanviel, zat ik in Bananera. Dat is 6 jaar. In Bananera heb ik 6 jaar gezeten als bandeling. Nou, toen kwam telegram uit Jakarta dat hij overgebracht moest worden naar Sukabumi. Dus Bananera is verplaatst van Bananera naar Sukabumi.
En zo bleef ik Skoumie wachten. Toen op 21 maart kwam daar een zekere kolonel Ogura. Japaner. Ik ging naar Kabupaten, logeerde natuurlijk bij de regent. En vroeg mij te spreken. Toen de regent schreef mij een brief dat de kolonel Ogura mij graag wou spreken. En toen ik hem, of ik hem die middag, dat was een zaterdag, die middag wou komen. Nou, ik kwam naar hem toe, tegen 5 uur, volgens afspraak. En dan heeft hij gezegd, ja, ik ben gestuurd door de militair bestuur. Door het militair bestuur om u te brengen naar Jakarta voor een conferentie. Nou, toen werd ik gevraagd naar Jakarta en werd ontvangen door kolonel Nakamura, Nakayana, een kolonel. Ja. Nou, zei je, ja, ja, groette mij en ze vragen alle leden hoe is het met mij goed. En, ja, voorlopig goed. En wat wilden ze van u? Ze zei, ja, we willen met u bespreken houden, maar niet nu, later maar, over een paar dagen. Maar voorlopig bent u hier ons gast. Onze gast. Dan ben voor u kamers gereserveerd in Hotel de Zen. We zijn nu niet meer Hotel de Zen. Maar toen was het mooiste hotel in Jakarta. Nou, zei, nee, ik hoef niet naar Hotel de Zen te logeren. Ik heb hier familie. No, u bent onze gast. Dus wij moeten voor u verblijfplaats zorgen. Nou, alleen één ding moeten weten. Er is een verbod van nachtrijden. Van 6 avonds tot 6 morgens. Maar we zullen u een auto wat plaatsen en een teken blijven dat u 's avonds mag rijden. En zo krijg ik een auto. En kijk naar Hotel de Zen. En toen, tegen de ongeveer 3 dagen daarna, 4 misschien, 4 dagen daarna, een conferentie gehouden in Gambier. Dat is het huis van een oud-president van Java's Bank. We wonen daar. Maar toen gebruikt door Spoor, generaal Spoor heeft daar gewoond. En wat werd u toen gevraagd? Toen gevraagd, eerst over mijn ervaringen, over of hij in Nederlandse en Japanse dienst wil werken. Of u ambtenaar wilde worden? Ambtenaar wil ik geweigerd. Ik wil geen ambtenaar worden. Ik wil alleen ambtenaar worden als ik Indonesië vrijkom. Maar toen ik gevraagd, ja, wat wil Japan hier doen? Wil Japan hier Indonesië koloniseren of niet? Nee, dat kan Indonesië, we willen niet Indonesië koloniseren, maar wel Indonesië vrijmaken. Dat geeft een eer van soldaten. Dus maar, hij belooft u dat min of meer, als ja, hij belooft soldaat. Me. Ja. Dus ik kan dat vasthouden. Dus goed, ik zal het piekeren zijn. Maar ambtenaar wil ik worden. Maar hij heeft gezegd, ja, wilt u maar een adviseur van de Japanse regering? Nou, dat wil ik aannemen, op één voorraad. Dat mijn kantoor geen enkel Japaner zit. Dat ik dan de chef ben van dat kantoor. Dus ik moet geen baas zijn, geen Japanse baas of geen Japanse onderdaan. Ambtenaar. Dus ik ben chef van mijn kantoor. Dus als ambtenaar, als visum heb ik dat nodig. Moet u vrij advies geven. Dan heeft u goed genoeg.